shit. Niet te veel rennen, want dat gaat niet goed. Dat is niet wat de security bij is. Ja, dit is de T-splitsing. Rechts. En dan links. En dan moeten we hier ergens zijn. Hier staat al een gast. Oh, die mag ik niet eens in. Oké. Hier nog wel in. Hij slaat niet alarm, dus dat zou ook goed zijn. Kom op jongen, het is maar een trap. Okay. Daar is de laatste boss leider. Just leave the case on the table and get lost, buddy. Leave the case on the table. Ik heb geen case. Oh fuck. Dan ga ik die wel even halen. De case. Aan de kant. I've got a delivery to make. Oh, ik moet trouwens oppassen met dat geren. Even kijken. Mijn koffer. Oké. Oké, dus we kunnen het koffer ophalen, dan naar die gas brengen en ik hoop eigenlijk dat ik het koffer dan gewoon weer mee terug kan nemen. Dat is een extra bonus. Dus dit is het steegje waar we moeten zijn. Ah, dat zou wel eens kunnen. Zij ligt hier nog gewoon. Nee, ik wil die gun niet. Ik wil ook niet de body dragen. Nee, hey, kom terug. Briefcase. Okay. We kunnen er ook een mijn in plaatsen. En vervolgens alles de lucht in jagen. De muziek gaat echt helemaal los. Ja, weet je, laten we dat dadelijk gewoon eens doen. Laten we er een mijn in plaatsen. En dan blazen we gewoon alles de lucht in. En dan zijn we er vanaf. En dan hebben we het gehaald. Even kijken. Laten we geen risico nemen. Laten we gewoon op safe spelen deze keer. Eens even kijken. Nou, het is er niet verstandig om gaan te rennen. Nog helemaal niet met een koffer. Dus laten we nu maar gewoon de tijd nemen.
links. Dan The Old Books, Bought and Sold. Oké. Ik heb nou een delivery, dus... kant. Zo. Oh, door. Oppassen dat ik niet meteen die mijn eruit trek. Maar goed, we zijn sowieso redelijk veilig. De schutter is uitgeschakeld. Een van de andere assassins is uitgeschakeld. En dit is eigenlijk de laatste. En die kan ook geen phone call doen of zo. Want ja, er is niemand die de politicus nog kan vermoorden. Put down. Man, Tweedy, ah, ga jij maar het kantoor binnen. Blazen we jou ook op, je grote waffel. Jongen, jongen, jongen. Wacht maar. Ik ga eerst mijn kostuum even ophalen. Dan kom ik hier weer terug. Dan ga ik gewoon voor de gevel staan. Zo, dan in de buurt. Want mijn afstandsbediening heeft maar een rijkwijde van 25 meter, zoiets was het. Dan een beetje subtiel doen. Ah, ik denk als ik hier voor het pand sta, dat moet te doen zijn hoor. Dat kan echt niet heel. Nee, want daarboven, daar ligt het koffer, recht voor bovenin. En ik sta dan hier, dat is echt, dat moet hij wel halen. Minstens, oké. Nee, hier moet ik zijn. Even dat binnenplaatje opzoeken. Volgens mij was het wel in de buurt van het Rockcafé. Dat zeker, maar... Ja, hier is het. Ja, oké. Oh, hier is mijn outfit. Zo, even terug. Ah, Dr. Zeus. Nice hat, man. Of niet? Ah, ik weet niet. Ik heb het niet zo met de politiek. Ik zou me hier echt geen stuk in de kraag gaan zuiven. Ja, sommige mensen hebben gewoon een excuus nodig om te zuiven. Dus huh? Waarom ook niet? Eens kijken. Hier weer rechts. Oh, ik kan ook hier het, het steegje inlopen. En dan kom ik recht voor het pand weer eruit. Het enige waar ik even voor op moet passen is dat er geen security, geen bewaking, net het steegje binnenloopt. Ja, aan de andere kant, geen afstandsbediening. Shit. Ah! Bewaking staat meteen op scherp natuurlijk. Meters laat geel uit, maar dat hoeft geen reden te zijn om te panikeren. Eens even kijken. Ja, waar moeten we eigenlijk naartoe?
exit. Oh, dat is gewoon de weg volgen en dan op een gegeven moment rechts. Eens even kijken. Jezus, het is gewoon nog drukker dan eerst. Maar we hebben in ieder geval, we hebben alle drie de assassins uitgeschakeld. Dus het is redelijk vlekkeloos gegaan. Even af, los van die eerste fuck-up, dat ik gewoon echt de verkeerde knop indrukte. Oh, dat, waarom zit die optie er überhaupt in? Maar goed, ik ga vragen stellen.